banana, banana, meatball. Hey hey, wat leuk dat jullie weer naar een nieuwe video kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En nou ja, vandaag is 14 oktober. Het is nu officieel herfstvakantie voor de kids. Want donderdag en vrijdag is een studiedag. En de tweeling, hun zijn afscheid gaan nemen op de crash. Nu is het dus echt dat ze helemaal niet meer teruggaan. Meisjes worden groot. Bijna 4 jaar. Lang zullen ze leven. In de gloria. Goed zo. Twee violen en een trommel en een fluit. Want Maxi en Indy zijn jarig en de vlaggen hangen uit. Hoera! En allemaal met je arm in de lucht. Hyper de piep! Hoera! Wij hebben ook nog een cadeautje voor jullie. Ja, jullie ook voor ons, maar zal ik eerst ons cadeautje aan jullie geven? Een bellenplaats. Oh, en nog één. Dat is ook een bellenplaats. En wat is dat nou? Een grote ballon. Oh. Goed, die krijgen jullie van. Hé, hey, jullie hebben ook iets meegenomen voor alle kindjes hier. Ja, wat heb je? Allemaal snoepjes, laat eens kijken. Haal er eens even één uit. Oh, lusten wij die? Nee. Lust jij die niet? Mag ik ze opeten? Ja. Wij lusten echt wel lekker. Goedemorgen, nou vandaag is het 15 oktober. Het is nu 9 uur in de ochtend. De kids zijn beneden aan het eten, zijn al gebaad en aangekleed. Jongens. Vandaag moet ik gaan vertellen dat de tweeling hun verjaardag niet door kan gaan. Ik zie er zo tegenop. Maar die zaal, ja, weet je, iedereen is nu gewoon bang. Ja, ik zelf niet hoor. Ik baal gewoon, want ik vind het echt zielig voor die meiden. Hun hebben zelf nooit een feestje gehad. Maar nu beseffen ze het dus echt en vinden ze het dus leuk. Natuurlijk de cadeautjes en dat soort dingen. En ze zien natuurlijk ook hoe het dan bij Eke de verjaardag gaat. Dus... Mexikeetje zegt elke dag, ja wanneer is het feestje nou, wanneer ben ik nou jarig? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik durf het niet te vertellen, ik vind het zo zielig, ik wil ze niet teleurstellen. Weet je, ik vind het echt zielig, maar ja, wat ik gewoon ga doen, ik stel het gewoon uit voor nu. Ik ga niet gewoon dat ik het ga aflassen en pas volgend jaar ga doen of nou ja, als het moet in januari, weet je dat, maar misschien kan het over een maand weer. Dus ja, dat, ja, even snel een andere taart. Het eten moet ik weer gaan minderen. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Dus wat ik gewoon ga doen, ik ga dan gewoon een B-day ontbijt doen. Ja, een B-day ontbijt en een dinner. Dat ga ik gewoon doen thuis. Scheidziek van die corona. Als ik jullie zeg, ik ben zo geïrriteerd. Mensen overdrijven gewoon, dat is wat er, dat ze overdrijven. Maar goed, niks aan te doen. We gaan gewoon weer verder. En het feestje is gewoon voor nu even uitgesteld. Maar dat doet het. 120.000. Is dat een mooie tweelingbureau? Kijk! Wat mooi! Kijk, hier kan je kleurpoplootjes zetten en bij Indy kan ik ook daar zetten. Soms ga een bakje met kleurpoplootjes. Kom maar, ik kom niet meer naar beneden. Maar ze, nee, klopt. Ze gaan niet meer naar beneden komen. Wauw. Jullie eigen bureau. Mooi, hè? Een mooi cadeau en mooie stoelen, bureaustoelen hebben jullie. Mooi, hè? Maar ik ga jullie wat vertellen en het is misschien niet zo leuk. Luister je, Indietje? Ja. Jullie zijn zondag toch jarig? Ja. Maar we kunnen geen feestje meer geven. Ja, nee.
Nee, zondag kunnen we geen feestje meer geven. Ja, wel. Nee, dat kan niet door de corona. Ja, wel. Nee, dus we gaan het nog wel doen, maar een andere keer. Ja? Weet je nog goed, Missie Keetje? Je gaat zondag... Is een beetje gewoon... jammer, hè? We gaan zondag gewoon taartjes eten, ja? En je kan lekker kleuren aan je bureautje. Is dat goed? Maar we gaan de spulletjes bewaren en het feestje gaat door. Misschien over 2 weken, misschien over 3 weken of in de kerstvakantie. Ja. Dan vieren we gewoon jullie verjaardag. Toch? Want we hebben beloofd dat we het feestje zouden doen, toch? Maar zondag, luister, zondag gaan we wel cadeautjes uitpakken. Ja! Dus dat is wel leuk. Maar geen feestje. Maar wij zijn er en oma komt wel. En weet je wat we kunnen doen? Dan gaan we in de ochtend lekker ontbijten. Doen we een verjaardagsontbijt. Oma, dan ga je ook komen met een dieetje. Nee, in de ochtend. Maar dat gaat, in de ochtend dat gaat niet, Eke. Jullie zijn om 6 uur wakker. Nee. Maar dan later als we gaan eten, dat kan wel. En met de taart. Zo, nou, de kids hebben het best wel goed opgevangen. Tuurlijk waren ze verdrietig, maar we vieren het gewoon een andere dag. Misschien in de kerstvakantie of ik weet het niet. We kijken wel wat we gaan doen. Dag, Max. Heel veel feesthoeden. Oh ja, jullie feesthoeden even laten zien. Ja, kijk hoeveel. Ja, dat zijn er veel, hè? Ja. Alleen maar feest, feest, feest. Goedemorgen. Nou, vandaag is het vrijdag 16 oktober. En het is de tweede dag van de vakantie. We hebben dus nog een hele week te gaan. Wat gaan we doen? We gaan nu eventjes boodschappen doen. En even kijken, wat nog meer? Ja, eigenlijk niet meer, niks bijzonders. En wat zou ik nou nog zeggen? Wat doen jullie? Kijk, Maxie. Maar in ieder geval. Jongens, we zijn terug van boodschappen doen en weet ik veel wat allemaal. Ik heb al gekookt. Kids zijn nu aan het buiten spelen. Ik ga even kijken wat ze aan het doen zijn. Met hun weet je het maar nooit. Ga je maar daar zitten. Nee, waarom? Hoeft niet. Nee, laat het gewoon daar staan. Nou, ze zijn weer binnen hoor, want een vriendinnetje deed weer gemeen, of nou ja, vriendinnetje. Is altijd gezeik. Ik kan er zo slecht tegen, hou je mond. Ik heb er zo een hekel aan als kinderen gemeen doen. Ik kan daar zo slecht tegen, dus ja, weet je, ik spreek er gewoon aan. Want hier gaan we dat niet doen. Maar goed, ze zijn dus nu binnen, omdat dat meisje weer raar deed. Het gebeurt best wel vaak namelijk. En dan zeg ik eigenlijk gelijk dat ze binnen moeten komen. Jullie zitten tegen elkaar te zeggen, dan mag je niet op mijn feestje. Maar dat feestje gaat niet meer door, dat weten jullie toch? Nee. Jawel. Mama heeft toch verteld dat we dat feestje een andere keer gaan doen? Nou, maar het is wel jammer. Ja, ik weet het. Ik weet dat het jammer is. Jullie mogen overmorgen. Maar dat is niet erg, want het komt wel. Maar gewoon een andere dag. Toch, Max? Ja. Ja. Het is wel jammer. Ja, ik weet wel dat het jammer is. Mama, wat zijn regels? Die regels zijn weer veranderd, die stomme regels. Ja. Ja, dat is niet zo leuk. Ik snap dat jullie teleurgesteld zijn. Blauw schoenen. 17 oktober vandaag, jongens. 17 oktober. De twins zijn weer lekker bezig met ruzie maken. En, Nee! Mexique. Nee! Stoppen. Nee!
Ik ga die cadeautjes allemaal wegbrengen. Alles wat op de piano is, gaat weer terug. Dus denk maar even goed na. Hi Mikado, hi Mikado, hi Mikado. Meisje. Wat is er nou weer aan de hand? Mexique, hou op, hou op. Indie Roos, wat is er aan de hand? Oké, laat het. Ik ga Maxi de cadeautjes inpakken en die gaan weg. Mama. Jawel, want je gaat door. Mama. Jawel. Nee, want je gaat door. Nee, mama. Ik wil cadeautjes uitpakken. Nee, maar je luistert niet. Mama gaat nu EK de haar wassen. Kunnen jullie normaal doen? Nee. Kan ik jullie twee alleen laten? Nee. Hou op met spuug. Hou op met spuug. Ja, ik heb net hun haar gewassen, gefeund. Mijn hele rug doet weer pijn. Moet alleen nog die van EK doen. En nou ja, morgen zijn ze dus jarig. 4 jaar. Ja, 4 jaar! Hoe oud word je? 4! Heel goed. Ja. Ik baal nog steeds, jongens, dat het feestje niet door kan gaan. Ik heb veel leuke dingen in gedachten, maar ja. Weet je, het is ook niet leuk om zo'n feest te geven. Dan heb je weer van die mensen die bang zijn, die gespannen zijn. Het is hinderlijk. Hé. Hey. Nee. Ah. Ah. Dit hoort van mij. Haha. Haha. Wat doe je? Niet meer nadoen. Niet meer nadoen. In ieder geval, wat ik zei, het is hinderlijk om een feest te geven en dat mensen dan gespannen zijn. Ja, ik ben niet gespannen, niet bang. Maar ja, weet je, dan is het zo'n rare sfeer, zo'n vervelende. Ik heb er geen zin in. En ja, ik had dus denk ik wel meer dan 30 mensen ook op een gegeven moment. Dus ik wacht nu gewoon. Mama, mag ik nu nog een moment tegen mij? Max, je doet het na doen. Ze doet je na. Ja. Ze doet me na. Nee. Nou, zoals jullie zien, hè? Ze zijn weer lekker bezig, deze twee. Vermoeiend. Maar goed, vandaag is dus mijn nichtje jarig. En we kunnen dus niet gaan. Mijn tante laat ons sowieso niet binnen. Dus Jos is even eten gaan halen. Dus ik hoef niet te koken, dat scheelt weer. En ja, dan gaan we dat gewoon eten. Dus ik heb allemaal bakjes gekocht. Dus wie eten kan halen van de familie, wie eten wilt halen, die kon dat dan doen. Die kan dat dan doen. En ja, verder ga ik niks meer doen hoor. Morgenochtend ga ik een... Ja, ja. Het hoort zo! Goed zo. Morgenochtend ga ik een... B-day ontbijt doen. 5 minuten zijn voorbij, hè? Leg die telefoon ook maar gelijk in de kast. Oké. Sorry mensen, dat was ik. Mijn telefoon was gevallen. Ja, in ieder geval dus een B-day ontbijt. En dan voor de rest niks eigenlijk. Zo zielig. Maar wat we gaan doen. Zodra dat Halloween feestje weer kan. Maken we er gewoon een knallend feest van. En gaan we helemaal los. Ik hoop gewoon volgende maand. Maar ja, zal wel niet. Zal wel alleen maar erger worden. Dan dat het. Dit is de laatste avond. Dat jullie 3 jaar zijn. Morgen als jullie wakker worden. Krijgen we. Cadeau! Dan ben je 4 jaar. Uh-huh. Toch, Indie Rosie? Slaap je al? Dan kan ik al helemaal. Dan kan ik aan mijn telefoon. Vandaag ben je voor het laatst 3 jaar, hè? Oh ja. Oh ja, oh ja. Morgen als je wakker wordt, ben je 4. Ja, ben je 4. Toch? Mama, ja, ben
In een E-kederklas. Nee, daar zit je niet in E-kederklas. Oh, in welke klas zit ik dan? In groep 1, Bossie. Ga maar liggen. In groep 1. Je komt nooit bij EK in de klas, want EK is ouder. Ga eens liggen dan. Oké, tot morgen. Tot morgen, mami. Tot morgen, Noona. Tot morgen. Slaap lekker. We gaan ballon opblazen. Voor de feestje van morgen. Ik weet niet wat je... Maar zie je toch niet. Hè? Binnen is toch zwart, mami. Ik wil wel oud worden van morgen. Zo, de kids liggen lekker in bed. Ja, die Afa is weer bij mij. Ja, behalve EK die weer doorheen gaat. Afa is weer hier, jongens. Dat is wat je zei, een wandelende borst. Dat is wat je was. Maar we zijn dus even bezig om een paar ballonnen op te blazen. Helemaal niks bijzonders. Ik ben nog steeds pissig. Dat horen jullie me elke keer zeggen als ik weer een stukje opneem. Maar ja, we moesten wel een beetje versieren, anders is het ook zielig. Jij mag eten. Wie zijn er vandaag jarig? Maxie. Vandaag is het 18 oktober en Indy en Maxie zijn jarig. En Jermaine is gezellig op bezoek, toch? Ja. Ik ga eten. En die gaan lekker eten nu. Hoe oud zijn jullie geworden? Zes. Zes? Hoe oud ben je geworden, Indy Roos? Vier. Ja. Nee. Vier. Ja, 4 jaar, hè? Waarom is je eigen? Is niet erg. Leuk, welkom wel. Zet maar daar. Ja, alles is heel goed. Zet maar dat servetje daar. Dus alles loopt helemaal over. Ja. Zo. Mama, ik wil mijn mond dan. Is goed, veeg maar. Hey, staat op beeld? Tuurlijk niet. Niet zo toch, Afa, niet zo. Geen Nou jongens, de kids hebben lekker gegeten. Ze gaan nu cadeautjes uitpakken. Ja. Ze vragen al ja, een uur lang, gaan we nou cadeautjes uitpakken? We gaan eerst dat gaan ze nu doen. We gaan nu steentje doen. Ruilen, want ik heb geen naam erop gezet. Nee, die doos, die doos. Deze? Ja. Die is van Indy. Die is van jou, maar laat Indy die maar uitpakken, want jij hebt die van Indy uitgepakt. Oh, maar ik schrok, ik had niet dat... Ik ook niet, dat ook. Ja, geweldig. Dat kwam ik een paar naar beneden. Ja. Oh, dit is ook niet van... Rustig, rustig, man. Ja. Hé, hey, die kan ik wel wachten hoor. Ik kan wel filmen. Jezus, man. Nee, nog niet, ja. Wauw. We zijn nog met het. Maar dat alleen doet hij. Ja. Nee, van... Die wou ik toch heel graag, Indy. Wauw. Je bent onze. Je bent op die Ah. Ja. In de gloria. Lieve de Piep. Hoera. Lieve de Piep. Hoera. Ano, piku, kano, piso. Worden.
Hoe oud ben je geworden, Indy? Maxie weet precies. Indy, hoe oud ben je geworden? Indy weet het ook hoor, ze zegt het. 4 jaar, toch? Ze weet het, ze wil het. Good morning. Nou, vandaag is de volgende dag en ik ben kapot. We hebben niet eens een feestje gehad en ik ben helemaal gesloopt. Deze kinderen van mij, die zijn altijd super vroeg wakker. Dus vandaag weer om 6:15 was iedereen wakker. Is niet normaal hoor. Het is vakantie. Kom op even. Ga gewoon slapen. Ik ben zo moe. Nou ja. Iedereen maar gaan baden en aankleden, eten en dat alles. Want ja, het heeft toch geen nut om dan nog te blijven liggen. Maar vandaag doen we het gewoon rustig aan. We gaan even naar buiten. En ja, verder niks bijzonders. Ik moet mijn huis opruimen, maar ik weet niet of ik het ga redden voor vandaag. Want ik ben echt, echt koud. Hier lopen we altijd. En dan komen we hier aan de kant zitten. Even rusten, dan gaan we weer verder lopen. Maar de wind waait wel hard hoor vandaag. Ja, hè? Heel hard, ja. Mama, mama, nu is het toch een beetje minder. Zing jij nou weer voor rommel? Eten. Ik moet niet gaan laten. Wat zeg je dan? Hoe kan je zo puffen, Indy? Pardon. Niet grappig hoor. Ja, het is zo ontspannen om te lopen. Heerlijk. Ik had het weer aan mijn rug hoor, jongens. Maar goed. Dit doen we dus soms, vaak ook in de avond, want dan slapen die kids heerlijk. Dan zijn ze natuurlijk moe van het lopen. We gaan deze kant op, EK, naar links. Oh, kijk nou uit. Jij loopt altijd in de weg ook, hè. Hebben jullie weer geen geduld? Jullie moeten toch even wachten? Nee, ik wil de olie. Laten we even kijken. Wat lekker. We smullen. Jullie smullen. Kijk je mond. Nee hoor. Van Indy is netjes hè, want Indy heeft geen poedersuiker. Mag eerst mij filmen, mama. Kijk wat ik kan. Wacht Max. Doe nou. Doe maar Max. Ik heb geen tijd. Filmen. Goed zo. Oké, ga met elkaar staan. Mama, kijk, dit kan ik niet. Ja, prachtig. Nee, oké, laat maar. Jullie kunnen gewoon zitten. Wat is dat probleem weer? Doe nou. Oké, jullie gaan een film kijken? Ja. Oké. Iedereen. Jullie kiezen er eentje uit. Ja, maar. Wat iedereen wil zien, hè? Vandaag is het donderdag. De vakantie is alweer bijna voorbij. Wat we vandaag gaan doen is speelgoed uitzoeken. Jongens, ik word helemaal gek van al dat speelgoed van die kinderen. Ze hebben natuurlijk ook weer heel veel gekregen met hun verjaardag. Dus we gaan opruimen en wegdoen. Nee, even niet. Ja, niet met die koelen. Niet gooien, Mexicaan. Nee. Haal maar alles uit de mand. Die roos. Mama, papa, kunt u het zo houden? Schuif het naar voren, dan kan ik leunen. Nee. Zo, ja. Moeten we weer alles in de mand zetten. Rustig. Nee, we gaan eerst uitzoeken wat we weg gaan doen. Nee. Ik heb een poppetje. Ik heb een strappe poppetje. Kijk iedereen. Ik heb deze ook gevonden. Mijne. Ja.
Nee, dat is niet van jou. Dat is allemaal van ik. En boel en schildpad. En papegaai. Papegaai. Indy Roos, ga je helpen met de spullen uit de mama? Nee, nog niet. Ja, hoe bedoel je? Nee, nog niet. Oké, kom maar, dan ga jij slapen. Nee, mama. Kijk eens. Zie je, dit bedoel ik. Indy Roos, we zijn aan het opruimen. Wat ben je nou aan het doen? Mag ik een kindje geven? Oké. Mexico, wilt die bellen Barbie van je weg doen? Ja. Ik ga er ook niet meer mee spelen. Ja, was je weer gevallen, meisje. Niet goed. Ik ben nog een lieve. Weet jullie hoeveelste vandaag is? Ik ga even kijken, ja? Mama, hier heb ik al stickers opgeplakt. Dus ik denk dat ik, ja, mama is even bezig met dit om ze op te plakken. Jullie moeten echt voorzichtig doen met die mand nu hoor, want het is helemaal kapot. Zo, moet even bijkomen hoor. Net één keer de kamer gedaan. Kan niet meer. Nu gaan we de twins doen. Weg met al die rommel. Weg, weg, weg. Hallo, komen jullie naar boven? Mama. Ze zijn weer snel afgeleid hoor. Ze doen hele andere dingen. Ik ga naar boven komen hoor. Mama, liefje. Heb je die doekjes, EK? Dus dat kan ik niet vinden, wij allebei niet. Ik ga dit weggooien, hè, Mexico, want je laat het zien. Nee! Nu weggooien! Dit! Je weet niet eens wat, meisje. Dat doe je broeia. Oh, want het is rommel. Zet het in die zak. Hi, als je nog even iets uit die zak haalt, dan gooi ik alles weg. Hi, mij, schap ik. Dat heb ik echt niet gemaakt. Nee, want die is een lange nek. In die roze aan het doen. Dat wat je in je hand hebt is een lange nek, Maxi. Omdat ik dat niet maken. Ik had het wel gemaakt, maar... Zet dat zitje erover. Nee. Wat is dit? Heb ik voor Indy gemaakt. Kan het weg? Nee! Nee, dat is van mij! Nee! Nee. Dan ben ik mee. Kijk, deze heb ik even. Die heb ik voor mijn zusje gemaakt. Die is deze potloden hebben we van ons vierjarige gekregen. Kijk eens wat ik heb meteen gekleurd. Deze. Raket en... En kijk, mijn Minnie Mouse. Dus dat is wat we van Omi hebben gekregen. Ze weten niet wie Omi is. Ja, tenminste Jane. De meeste mensen noemen haar Jane. Oma. Ja! We mogen haar geen oma noemen, dus we noemen haar Omi. Zo. Hoi, ik kan niet meer. We gaan nu deze kast doen. Halen jullie maar alle spullen eruit? Oké, we gaan lekker eens opruimen. Ga dat maar weer netjes. Ja,
Zet alles aan de kant even daar. Ja, dan moet je netjes met je spullen omgaan. Dan hoef je ook niet op te ruimen als je het gelijk doet. Mama, ik wil met deze spelen. Nee, we gaan nu met niks spelen. We gaan alles uitzoeken en wegdoen. Nee, mama. Ik wil met deze. Nee, zet even neer. We gaan nu niet spelen. Maar met deze. Hé, hey, mama. Ik heb een potlood gevonden. Ja, gooi maar weg. Oké. Okay. Dit is van Ine en Maxi, deze. Ja, wat weg kan, kan hier op een stapel. Dat moet ook weg. Nee, natuurlijk niet. Deze kan. Ja, zet maar hier. Zet netjes op de stapel. Maar allemaal voor andere kinderen? Nee, nee, dat niet. Hé, hey, we gaan gewoon. Deze is van weg. Dus met zeg je niet. Is deze... Vraag, dat is van Eke, moet je aan Eke. Dat is nieuw. Kan die weg? Ja. Zet maar hier. Ik moet een digitaal klok leren kijken. Nou, de kids vonden dat opruimen helemaal niks hoor. Maar ik lijk wel gek joh dat ik het elke keer blijf doen. Ze moeten het gewoon zelf doen. We spelen nu weer buiten. En ik ga even bijkomen nu. Theetje drinken en plat op de bank. We gaan vandaag armbandjes maken. Ja. Armbandjes maken. Ja. Over kleuren. Oh jee! Ik ga het wel best doen. Kan je het openmaken? Kunt u het openmaken? Mijn. Het begint met de H en het eindigt met de A. Ja. Hema. Ja, deze is bij de Hema's gekocht. Maar deze hebben we van iemand gekregen. En wat van onze... Ik heb niet gekregen. Ik weet niet wat. Volgens mij de hamburger. Mama? Ja? Heb je de hamburger erin gedaan? Nee. Wat dan? Lukt het dat wel van mij? Ik dacht... Geef nog een blauwe aan mij? Nee. Nee! Nee! Laat mijn tennis voor mijn kralen af. Hey! Indy Roos, ben je blij met je armband? Ja, papa. Wat? Maxia AK zei... Nee, ik ben boos op je. Maxi is zo lief. Vind je Maxi zo lief? Hoi, Max. Hoi, Maxi Keetje. Ben je verdrietig, Max? Waarom heb je een blauwe afgepakt? Ik heb geen blauwe afgepakt. Blauw. Nee, ik heb een roze. Heb ik zo gedaan voor een grapje. Nee. Heb ik het zo neergelegd, heb ik het zo gedaan. Nee, ik heb een blauwe afgepakt. Om de tafel. Ik had een blauwe afgepakt. Ik denk dit met een roze. Kijk naar mij, met een roze. Houden jullie even op. Hey.